Hallo allemaal, welkom bij New Age Talk. Het is maandag, wat betekent dat ik voorop ben, zoals altijd. Zit wel mijn goede jas? Nee. Ik heb net alle kledingpakketten weggebracht. 12 stuks, dus dat betekent dat ik zo'n 170 kledingstukken heb weggebracht. Heerlijk. De vrouwen keken me echt aan van wat er gebeurt hier bij het postkantoor. En ik heb net nog wat filmpjes op Instagram gezet. Ik heb dus niet gevlogd, mijn camera lag boven en ik had geen zin om het te pakken. Nou, ik moet ook dingen op Insta hebben. Ik heb wat filmpjes gemaakt van de laatste pakketten, dus daar kan je zeg maar zien wat de laatste pakketten zijn. Ik denk omdat ik het laat zien dat ze minder snel verkocht worden. Want dan denk je toch, oh, dit vind ik niet leuk, dit vind ik niet leuk. Dat is anders dan bij een verrassing. Maar kijk even bij Instagram onder de highlight verkoop. En dan zie je er pas nog wel wat staan. Ik heb ze allemaal al ingepakt. Als ik dat verkocht heb, ben ik van bijna alles af. Heerlijk. Dan heb ik er echt eigenlijk verlies op gemaakt. Maar dan kan ik eindelijk het een keer netjes gaan maken hier. Ik heb als boodschappen gedaan en ik ga nu sporten. Ja, en ik zou eigenlijk samen gaan sporten om 4:15. We sporten zeg maar niet samen, maar dan wel tegelijkertijd. Dan gaat hij uit zijn werk met de auto en ik ga fietsen. Maar ik redde het niet, like always. Ik heb tot 12:30 volgens mij geslapen. Ik ben zo moe altijd op de maandag. Maar nu ook door wat er speelt, wat jullie echt waarschijnlijk deze week gaan horen. Bijna zeker dat jullie deze week gaan horen. Het is bijna rond. Ik hou er niet van om dingen te zeggen als het nog niet rond is. Iedereen wil dat kleed hebben. Oké, ik ga nu dus naar de sportschool fietsen. Oh, daar is haar. Lekker timing. Ik ga naam te vertellen dat ik nu naar de sportschool ga. Dan weet jij het ook meteen. Ik ga nu naar de sportschool. Ik ben 3 uur te laat. Ja, eigenlijk een uurtje laat. Het regent trouwens, maar ik ga gewoon fietsen. Ik vind dat echt niet zo erg regen. Jullie wel? Zouden jullie gaan fietsen? Ik heb best wel goed gesport en toen ik uit de sportschool kwam had ik allemaal DM's van mensen gekregen die een pakket wilden kopen. En toevallig iedereen een ander pakket. Dus op pakket 1 maat L na is, als iedereen het betaalt, alles verkocht. Dus ik ben zo blij. Want dan heb je dus, kijk, in feite heb je verlies gemaakt op de meeste items. Maar omdat je alles in één keer kwijt bent en het in feite heel weinig tijd kost, is dat gewoon eigenlijk echt winst in die zin. Weet je wel, weet je hoeveel tijd het kost om van alles af te komen en dan kan je leuk zo'n broek voor 60 euro verkopen, maar dan blijf je alsnog met de rest zitten, weet je wel. Dus kijk, even snel. Je moet maar op Insta kijken. Deze is er dus nog. Ik heb gewoon, hier heb ik het geluid weggehaald, maar ik heb gewoon zeg maar alle items even zo snel laten zien. Ja, het is ook mega goedkoop, want er zitten ook super dure dingen tussen. In maat XXL. Deze, is deze ook verkocht? Ja, deze wilde iemand hebben, deze wilde iemand hebben. Allerlaatste pakket in maat L. Deze. Die wil ook iemand. Super mooie jurk. Een leuk kort topje. Deze pakket 2 maat S. Die ook. Allerlaatste pakket. Die ook. Dit zo zag de card dus net uit. Nou, dus daar ben ik zo blij mee. Ja, dat is echt de mazzel aan die volgers hebben. Want hoe kom je anders van al die kleding af? Ik heb straks gewoon iets van. Nou, ik heb nu net vandaag 170 kledingstukken of zo de deur uitgedaan, hè? Bizar. En dat is toch. Ik heb daar gewoon 1200 euro aan verdiend. Dat is super chill. Oké, nu ga ik koken. Laatst, na dat feestje zondag, had ik dus met restjes een mega lekker gerecht gemaakt. En dat ga ik dan nu opnieuw een soort van proberen te maken. Alleen ik kwam er net achter dat ik shallotjes was vergeten. En die maakte het juist heel erg lekker. Maar ik had toen zelf een soort saus gemaakt. Ik weet wel niet meer precies hoe. Dat is een soort die ricotta crème uit Duitsland. Maar ik heb nu gewoon dit. En nou, het wordt wel anders. En er zit dus iets in wat ik eigenlijk het liefst niet eet. Maar het maakt het zo lekker. Namelijk speklap. Dus haal ik als het was aan het bakken. Dus ik ga hem even koken. Ik ga dus proberen, wat ik al heel lang wilde proberen, om de pasta te koken in de saus. Dus ik heb extra water bij de saus gedaan. Ja, het zou moeten lukken, maar het moet wel alles natuurlijk onder water staan. Dus dat vraag ik me ook af, want als je steeds water blijft bijgieten, dan is de saus op het einde te waterig. Dat moet je dus niet doen. Maar hoe wordt die dan gaar? Als de saus straks. Nou ja, we gaan het zien. Nou, het werkt wel. Ik doe er nog een beetje burrata doorheen om het wat romiger te maken. Ik hoop dus dat ik nu niet te veel water heb, waardoor ik uiteindelijk met water blijf zitten. Maar als je het dan nog even lang genoeg kookt, dan verdampt het denk ik wel. Ik doe nu in ieder geval geen deksel meer op de pan, want dan gaat het water niet genoeg verdampen. Maar het vorige keer was het echt veel lekkerder toen ik dat gemaakt. Dat heb ik dus altijd. Dan maak ik iets random en dan vergeet ik op te schrijven hoe ik het heb gemaakt. En dan kan ik het nooit meer zo maken als toen. Maar het wordt sowieso wel lekker. Oké, het werkt wel, maar het wordt gewoon veel zachter. Dus je krijgt geen al dente pasta.
Dus het is niet mijn voorkeur. Het is wel makkelijk, maar het maakt wat meer alsof de pasta zeg maar een paar uur staat, weet je wel, en heel erg gaar is. Dat is wat minder chill. En ik was vergeten dat dit, de vorige keer door had gedaan, dus dat heb ik ook nog eens erbij gedaan. Dat is super lekker. Hallo, ik ben terug bezig met de laatste pakketten. Madike, de vrouw van Vierijs, van Roem. Nou ja, ik ken haar al. Eigenlijk ken ik haar door YouTube. Maar die heeft het pakket bij me opgehaald, want haar ken ik. Voor de rest heb ik wel tegen iedereen gezegd dat ik het gewoon wil opsturen, anders is het ook veel gedoe. Maar die heeft hier nog even gezellig gekletst met de kids. Haar zoontje heb ik dan weer les gegeven op de Montessori school waar ik werkte. Dus dat is allemaal heel leuk. En ik heb haar nog wat dingen. Ik zei, kom even binnen en kijk nog eventjes. Ze heeft niet echt alles gepast, maar kijk even of je alles wel leuk vindt. Toen heeft ze nog een paar dingen omgeruild voor wat andere dingetjes. Dus dat was gezellig. En nu ben ik de laatste pakketten aan het inpakken. Ik doe wel voor de zekerheid taper op, want je wil niet dat de plakstrip open gaat ofzo. Dus ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakketten om... Nee, 6 pakketten om in te pakken. Dan heeft één iemand nog een los jasje besteld, dus 7. En dan heb ik nog net een pakket gemaakt in maat L en XL. En er nu net opgezet in de hoop dat die ook nog verkocht worden. En dan zou je denken, wat chill. Mijn kantoor is netjes. Op ieder geval leeg. Nou, nee. Het blijft een zooi. Maar goed. Ik hoop ook vooral dat iedereen vet blij gaat zijn met de dingen. Want het is natuurlijk een superleuke actie. Dan ga ik zo weer even een winkelkar halen en het versturen. Jongens. Ik ben zo moe. Er is zoveel wat ik niet kan vertellen. In mijn vlog zou ik dat wel willen. Dat is zo vervelend. Maar in ieder geval. Gisteren heb ik heel veel lopen huilen. Want mijn oma, waar ik heel regelmatig naartoe ga. Die ik veel meer spreek en zie dan mijn vriendinnen. Die gewoon heel belangrijk voor me is. Vooral sinds de dood van mijn opa. Die is er over een tijd niet meer. Ik weet nog niet wanneer, maar zij heeft pinnen in haar rug. Weet je, waarom film ik ook altijd echt als ik zo net wakker ben? Okay. Ze is van het dakje gevallen. Ze is helemaal gezond, mentaal gezond, lichamelijk verder altijd gezond, niet ziek. Ze is van het dak gevallen, de hele rug is gewoon verpiept. Pinnen in haar rug, die ervoor zorgen dat ze wel nog kan bewegen eigenlijk met haar rug. En die steken uit. Dus ze heeft altijd bobbels in haar rug gehad. Al vanaf een hele korte periode. En sinds eergisteren geloof ik zijn die door haar huid gekomen. Onoplosbaar. Operatie heeft geen zin. Uithalen heeft geen zin überhaupt. Oplossen heeft geen zin. Dus wat is dan de oplossing? Euthanasie. Ik heb heel veel gehuild gisteren. Ik heb zelfs al heel veel lang geleden zeg maar al heel vaak gehuild. Om de gedachte dat dit moment eraan zou komen. Niet verwacht dat het nu zo zou zijn. Ik heb echt heel veel contact met mijn oma. En ze is gewoon heel erg belangrijk voor me. Wat ik zeg, het is gewoon eigenlijk echt een vriendin geworden. Plus ik wilde gewoon heel graag dat zij ook meemaakte dat ik een heel een kindje krijg bijvoorbeeld. En dat soort dingen. En ze is gewoon echt een steun. Heel erg. Dus het is een heel groot gemis. Gelukkig heb ik haar wel echt zo vaak gezien als ik wilde de afgelopen tijd. Want ik zie heel weinig mensen, maar haar heb ik wel echt regelmatig gezien. En ik heb dus geen idee hoe lang het nu nog gaat duren. En ik heb een wintersportvakantie geboekt. Ook zo bizar. Wintersport is zeg maar, dat is opa en oma. Dat deed ik altijd met mijn opa en oma, al vanaf 3 jaar oud. En op het moment dat wij die wintersportvakantie boekten, kreeg mijn oma dus dit probleem. Wat ervoor zorgt dat ze dus niet meer kan leven uiteindelijk. Dat is heel symbolisch gek. Maar ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ze heeft pas net gisteren voor het eerste gesprek gehad met de arts. Met de scanarts. Mijn moeder dacht dus scan met een A, maar scan met een E. Dat is dus voor euthanasie. En dan horen we het wel. Ik doe heel erg mijn best om haar te vertellen dat ik het begrijp en het respecteer. In plaats van maar te blijven roepen, nee oma, je mag niet gaan. Want ik respecteer het ook en ik begrijp het ook. Toen ik dit hoorde, dat gaat ontsteken, dat ze koorts krijgt, dat ze ziek wordt nu hierdoor. Los van alle pijn die ze al heeft, hè, dat ze aan een antibiotica moet, terwijl ze daar een hekel aan heeft. Toen dacht ik ook echt, ja. Ik zou dan ook niet meer willen leven. Maar het is heel moeilijk, want zij heeft zeg maar zoveel vrienden, zoveel familie, zoveel dierbaren. Niet normaal. Mijn kring is altijd expres heel beperkt. Dus zij heeft altijd een hele grote kring gehad. En ze woonde altijd in Frankrijk. En zij kwam ook altijd in haar eentje nog terug. In ieder geval 1 keer per jaar om iedereen op te zoeken. Terwijl mijn opa daar bleef. Het is voor haar heel belangrijk, al die mensen. Dus ik weet niet of ik erbij mag zijn. Het
Terwijl er een andere oma van mijn nichtje, de andere oma van mijn nichtje, heeft ook euthanasie gepleegd. Ik weet niet eens hoe je dat noemt. Mocht daar niet bij zijn. Ik denk dat mijn oma ook niet wil dat ik erbij ben. Ik weet niet, wil ze dat alleen haar kinderen erbij zijn? Ze heeft één dochter die is verstandelijk beperkt. Ze heeft een zoon die woont in India. En dan heeft ze mijn moeder en mijn tante. Wil ze dat haar zussen erbij zijn? Ze heeft het ook zo zwaar gehad. Ze is haar broer verloren een paar jaar geleden. Ze is haar man verloren 2 jaar geleden. Ze heeft er echt vrede mee. Dus voor mij is het nu ook echt de kunst om het te gaan accepteren. Maar ik ga het heel moeilijk vinden. Ik spreek haar bijna, ik denk de top 3 van wie ik het meest spreek. Naast de mensen met wie ik thuis woon. En met wie ik werk. Dus dat is er verder nog iets. Maar dat vertel ik nog wel. Dat wat ik nog moest vertellen. Het is nu bijna definitief. Dus dat komt waarschijnlijk ook in deze vlog. Of in de volgende. Gezellig. Zoals ze Blue Monday beschreven, zo voel ik me echt. Het was maandag trouwens, Blue Monday. Ik zit ook de hele tijd te zingen. I have no job, I have no job. Bla 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 bla. Oh, dat heb ik jullie nog helemaal niet verteld, natuurlijk. Oh, helemaal. Ik weet gewoon even niet what to do with myself. Ik ben ook gewoon heel erg moe. Maar een soort van, als je dan rust mag nemen, dan wil je het niet of zo. Dan voelt het een soort van nutteloos. Nou, oké, okay, to be continued. Ik ga nu sporten. Bye. Voordeel voor jullie is wel dat er meer content op YouTube aankomt waarschijnlijk. Oké, okay, let's go fietsen. Ik voel me na het sporten letterlijk nog deprimer. Vragen jullie af waarom ik vandaag niet ga werken? Dikke Fluff, kom je ook even opstaan? Het is 1 uur 's middags. Hallo? Kom, we gaan even lekker naar buiten. Wij zijn samen extreem lui. Ja. Ja. Het sneeuwt echt overal, maar hier niet. Ik ga even een lekker kopje koffie drinken. In het zonnetje. Het is wel koud, maar vitamine D. Hashtag vitamine D. Super belangrijk. Ik drink dus sinds een paar dagen, sinds echt 2 jaar, even geen havermelk meer. Dit is lactosevrije halfvolle melk. Ik had ook volle, maar die schuimt niet per se beter. En ik kan er dus gewoon echt goed tegen. Ik doe het nu al 5 dagen of zo. Ik heb geen buikpijn. Ik moet zeggen, ik drink liever geen koemelk, maar... Ik hoor zoveel slechte verhalen over havermelk. Dat er heel veel suikers in zitten. Koolhydraten en zo. Dus ja. Maar weer eventjes dit. Ik ga lekker het raam openzetten. Dan in de raamopening het stukje van Monica Geuze kijken bij Jinek. Met een koffietje. Net als ik helemaal chill zit, wil je zeker wel naar buiten. Ja, je hoort vogels, hè? Kijk, dit is dus echt super chill. Gewoon lekker kussentje zo tegen het raam aan. Deken. Even genieten. Van helemaal... niks doen. Hele ochtendzon en precies nu moet ik op al deze wolken wachten. Ja, ja, ja. Moet je even kijken? Lekker, hè, frisse lucht. Laatst ben je alleen maar lui binnen aan het zitten, poesie. Ja. Alleen maar lui. Oh my god. Lekker, hè? Zuurstof. Lekker, poesie. Gaan we samen in het zonnetje zitten? Ja. Ja. Ja, mooie kitten. Je bent geen kitten, I know. Nou. Lekker, hè? Ja. Kom, we gaan een oogpoep weghalen. Ik kom een beetje stom over als je dat donderdag nog niet gedaan hebt. En dan nu denk je, ja, moeie. Er is echt niemand die mij nu gaat vertellen dat ik lui ben. Ja. Je bent op vakantie gegaan nu van je eigen leven. Ja, eigenlijk wel. Nou, deze studio zit vol met een mini deel van hoeveel fans jij allemaal hebt. En daar ga ik straks mee praten. Nou, dit is zo lief. Waarom laten ze een nieuw iemand Kate Winslet ook interviewen eigenlijk? Maar zij is echt fantastisch als je zo reageert. Oh. Zo lief. Hi. Pussy. Pussy. This is Blue Eyes. Ik zie er zo goor uit en dan wil ik het niet filmen. Maar ergens heb ik het gevoel dat ik weer meer content ga maken. En ik... ik ben altijd real, dus dat ik ook meer van dit soort walgelijke shots erin moet doen. Volgens mij doe ik het al genoeg hoor, maar oké. Het is 3:15. Ik ga vandaag bij mijn schoonouders eten. Mijn vriend eet bijna elke donderdag bij zijn ouders. En ik kan nooit, maar nu wel. Ik heb het nog steeds niet verteld. Ik doe het echt niet expres, jongens. Maar ik wil gewoon even een goed moment vinden. Het komt in deze vlog, beloofd. En ik kan het nog niet zeggen op dit moment, want het is nog niet helemaal rond. Dus ik kan het wel zeggen, want als ik het upload is het wel rond. Maar in het echt is het nog niet rond nu, live op dit moment. Dus dan wil ik... Sorry hoor, het lijkt alsof ik heel geheimzinnig probeer te doen. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik haat gewoon als ik niet eerlijk kan zijn.
En ik ben zo eerlijk van mezelf. Ik ben echt een open boek. En ik moet zo vaak mijn mond houden over dingen. En dat is gewoon irritant. Maar goed. Waarschijnlijk horen jullie het pas zaterdag of vrijdag. Vandaag denk ik ook niet. Ik ben nu aan het editen al de hele tijd. 3:15. Ik ga nu zo even mijn haar wassen. Ik wil 4:00 bij mijn schoonouders zijn. Mijn vriendjes om 5:30. En ik wil ook nog even naar de stad. Om dat terug te brengen. En morgen ga ik met Henny naar de mall. En ik wil ook trouwens... Ik hou mijn hand de hele tijd hier op. Want ja, hè, dankjewel. Ik was aan het slepen, maar super traag mijn laptop. Mijn nagels moeten echt gebeuren, maar Marcel op vakantie. Dus misschien kan ik morgen bij de mall. Ik zie trouwens wel in mijn vlogs dat het wassen met zilver shampoo wel helpt. Het is wel minder geel. Het is alleen een beetje hier nog. Maar... Okay. Oh, ik krijg hier zo erg kippenvel van. Ha. Goedemorgen jongens. Daarom zie ik eruit als een soort van advocaat. Die niet heeft geslapen. Ik ben op weg naar de mall. Ik heb ook echt net een afsluiting van de vlog van 2 weken geleden gefilmd. Ik zie er echt uit alsof mijn ziel uit mijn lijf is gezogen. Sorry, can't help it. Ik ben op weg naar de mall. Wel heel veel zin in, moet ik zeggen. Vroeg opstaan vond ik eigenlijk ook wel lekker. Doe ik nooit, als het niet hoeft. Het sneeuwt, plakkerige natte sneeuw. Het regent. Heerlijk nog om in de mall te zijn. Echt zin in. Lekker baby knuffelen ook. Ik heb dus afgesproken met Henny en dat is dan... Ik ken haar inmiddels ook al meer dan 3 jaar. Zeg maar, Heel heeft een neef, Koen. En tevens een van zijn beste vrienden. En die heeft een verloofde, Henny. En zij hebben een kindje gekregen. Mega schattig. En Henny en ik wilden eigenlijk al langer... Schappig, Henny en ik zijn echt 2 totaal verschillende personen. Maar we kunnen het super goed met elkaar vinden. We wilden al heel lang afspreken, maar het kwam er nooit van. En nu heb ik ineens heel veel vrije tijd. Dus hij is super trouwens binnen door. Zo raar, normaal ga ik via de snelweg. Oh, sorry. Nu rij ik links in plaats van rechts. Soms dan rij je per ongeluk op de linkerbaan en wil je naar rechts gaan, maar dan gaat iemand je al rechts inhalen en dan oké. Okay. Maar ja, ik heb wel even ontbeten en koffie gedronken, want meestal ga ik altijd zonder te eten. Hi. Zonder te eten de deur uit, maar beter wel wat te eten. Ik heb best wel veel dingen die ik ook wil terugbrengen, maar ik weet niet of de mall nou de handigste plek is om dingen terug te brengen. Gisteren heel slecht nieuws gehad over mijn oma. Is bij mijn schoonouders gegeten. Dat was echt super leuk. En ik was het ook even helemaal kwijt. Zeg maar. Ik ging daar dus heen. Ik had ineens weer allemaal creatieve ideeën en zo. Maar toen werd ik gebeld door mijn moeder. In een goed gesprek met mijn broertje en mijn vader. En toen was de sfeer wel even belemmerd. Schoonouders zijn ook echt een soort ouders voor mij geworden. Dus die leven ook heel erg mee. Dus het was echt moeilijk. Ik zal het zo even vertellen. Ik heb helemaal geen zin in om dat slechte nieuws te vertellen. Ik heb er al geen zin in. Ja, omdat het schreeuwt. Mijn moeder belde dus gisteren met het nieuws dat mijn oma gisteren om 7:00 s'avonds was de scanarts bij oma langs geweest. Dus de euthanasiearts. Om alles door te spreken. Ik heb alleen maar mijn moeder gesproken, niet mijn oma, want die nam niet op. Mijn moeder vertelde in ieder geval dat mijn oma dat het allemaal sneller gaat dan we dachten, zeg maar. En dat de kans heel groot is dat over 2 weken in het weekend... De euthanasie, dat de kans heel groot is dat over 2 weken al, hoe noem je dat, euthanasie gepleegd? Ik weet niet hoe je het noemt. Dus ik werd helemaal misselijk, huilen. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Ik ben er gewoon heel erg verdrietig om en dan weer verdrietig, dan weer een beetje gevoelloos. Zoals nu, weet je wel, dat je probeert er niet aan te denken. Ik merk dat in de avond het ergst is. Ik slaap ook al 5 dagen super slecht. Ik vind het gewoon echt verschrikkelijk. Los van het gemis van dat het je oma is, is het gewoon echt iemand aan wie ik zo erg veel heb. En ik heb het dus ook gehoord, dat wist ik eigenlijk helemaal niet eens, maar dat iedereen dat zeg maar zo heeft ervaren de laatste jaren. Mijn opa is trouwens al 4 jaar dood. Ik zei 2 jaar tegen jullie. De tijd gaat zo snel. Dus dat maakt het ook moeilijk dat het voor iedereen heel heftig is. En opa was wel heftig, maar dit wordt echt nog 10.000 keer heftiger, heb ik het idee. Volgens mijn moeder mogen de kleinkinderen erbij zijn. Wat extreem heftig is, maar wat ik wel heel fijn vind. Maar ik ben me dus het aan het inbeelden dat oma zeg maar afscheid neemt van ons. En dan een spuitje krijgt. Of hoe dat precies gaat, weet ik niet. En dan de ogen dicht doet en er nooit meer is. En ik word helemaal gek met daddy gedachten, zeg maar. Dus... Maar ik ben er liever wel bij dan niet. Dus ik hoop echt dat ze dat goed vindt. En ik hoop dat ik er even kan bellen. Ik zie er in ieder geval maandag. Maar het is gewoon heel erg heftig. Het totaal onverwacht. Zal dat zo snel zou gaan. Ik begrijp het wel hoor. 100%. Maar anders gaat ze ziek worden. Koorts krijgen aan die ontsteking in haar rug. Mijn oom woont in India. En hij kan pas 2 februari terugvliegen, zei mijn moeder.
Dus mijn oma wil daarop wachten, maar ik vraag me af of dat niet te lang is, 2 weken. Ik vind het ook heel belangrijk dat ze niet gaat terwijl ze ziek is. Want ze is niet ziek. Ze is helemaal helder. En het zou verschrikkelijk zijn als ze uiteindelijk alsnog op het moment van afscheid dan helemaal ziek is. Dus nou ja, dat wil ik ook nog even met haar bespreken. Van joh, niet joh, maar weet je wel, als jij moet wachten op je zoon en daardoor ziek afscheid van ons gaat nemen, dat is iets wat je nooit hebt gewild. Dus nou ja. To be continued. Maar het is echt verschrikkelijk. Oh my god, het lijkt alsof ik in Frankrijk ben. Alles zit onder de sneeuw. En die staat hier beneden. Dus ik ga. Maar ik bedenk me ineens dat zij natuurlijk een kinderwagen heeft. Ik moet nog wat kleren terugbrengen, maar ik dacht ik heb geen zin om daarmee te lopen. Maar zij heeft natuurlijk een kinderwagen, dus dan kan ik het in die kinderwagen leggen. Het lijkt me zo chill als je een baby hebt dat je dan altijd, als je gaat winkelen, gewoon je tas niet hoeft te tillen. Maar ik heb alle bonnen, ik heb zeg maar echt 10.000 dingen die ik moet terugbrengen. Het is zelfs gewoon een chaos. Maar ik wil eventjes H&M. Ja, dit blauwe shirtje ook even. En Vera Moda zit hier volgens mij niet, dus ik denk dat ik alleen de H&M doe. Heerlijk dit. We staan bij de luierafdeling. Hier heb ik nog nooit in mijn leven gestaan, volgens mij. Zo lang. Kijk mijn goede aanbieding. Kijk hoeveel korting ik heb. Hey. Dit had trouwens echt wel mijn winkel kunnen zijn. De naam? Oh, het staat niet blit. Oh jawel. Maar ook hoe het eruit ziet. Hoe mooi. Zijn de paskamers hier, serieus? Wauw. Geweldig. Ik zie nooit mooie paskamers ergens. Ik ga heel snel even dit passen. Niet te lang, want Henny zit natuurlijk te wachten. Oh. Nee, dit is echt oma. Hi, I'm a grandmother. En mijn hele haar zit eens pluizen door. Ik draag trouwens echt van die BH's alsof ik borstvoeding geef. Van die hele lelijke action dingen. Zit er net niet op. Oh ja, ja, dat zit er dan net niet op. Dit vind ik dus wel leuk, maar ja, het is een jas. Nee, als blouse is het gewoon net dik. Nou, dit vind ik ook niet echt leuk. Nee. Hi. Ik twijfel dus dat ik 3 van deze truien neem. Ik vind altijd 3 van dezelfde niet zo leuk. Maar als ze chill zijn, kan je beter maar wel 3 halen. Dus. Hi. Ik vind dat zo. Dan denk ik echt dat je aandacht wilt trekken. Maar. Hi. Ik wil aandacht trekken. We zitten even bij de avocado show en ik heb net 109 euro uitgegeven bij Lush. Ja. Ik heb het in mijn vlog nog niet eens verteld, hè? Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Ik heb echt zin in ei, ik heb in zalm zin, ik heb zin in hamburger, ik heb zin in avocado. Ik neem een pokeball. Ja? Ga je weer voor hetzelfde als altijd? Ja, ik denk het wel. Ik heb wel een keer deze gehad, de Smoky Salmon, en ik heb een keer de... Ik heb een keer de Mama Mango gedaan. Oh ja, die heeft heel ook altijd. Lekker. En de Salamango, deze had ik vorige keer. Ik neem de Salamango, denk ik. Ja. Ja. Bunburger, super lekker. Ik neem de Salamango. En dit vond ik te weinig. Ik hoor net van Henny dat ik geen tandpasta heb gekocht, dat dacht ik. Dat kan wel hoor. Nou, het is wel mondwas, taps. Een ophebber, wil je proeven? Nee, niet voor het eten. Ik ben natuurlijk na het eten een nemen. Na het eten. Ik doe zoeklucht voor Henny. Jij houdt echt van die natural dingen. Je moet deze echt ruiken, het ruikt zo lekker. Ik weet niet of dit werkt, maar het klonk wel goed, aangezien mijn haar een beetje verpest is door de kapper. Ik dacht dat ik iets voor blond haar had gekocht. Oh jawel, grapje. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb het goede. Marilyn Monroe. Deze heb ik in de winkel getest. Hij is best wel goed. Hij ruikt naar bitterkoekjesvla. Hebben wij bedacht. En ik heb dit gekocht, want ik glim altijd. En ik dacht, nou, natuurlijk is altijd wel goed. Deze kende ik niet. En als er een grotere was, had ik hem echt gekocht, want hij ruikt zo lekker. Naar zure kauwgomballen. Oh my god, het ziet er echt heerlijk uit. Viva las veggies. Normaal kies ik nooit zo'n mega gezond ding. Wel lekker. Deze dag is niet goed voor mijn portemonnee. En die zijn van mij laten verschonen, dus ik wil even mijn oma bellen. Hallo oma. Ik had jou gisteren gehoord bellen en ik belde je nu weer even. Om even te kletsen. Maar je neemt het op. Dus. Oké, okay, love you. Doei. I love this. Maar ik denk trouwens niet dat je lactosevrije melk kunt krijgen op plekken. Dus dan ga ik voor havermelk. En ik weet niet, ik wil denk een matcha latte als ze dat hebben. Het is wel handig dat Henny vast nog even aan het verschonen is. Want ik doe altijd mega lang over kiezen wat ik wil. Ja, matcha.
Maar ik vind hem niet altijd overal even lekker. Oh, dit is superleuk. Potje thee voor twee. Hier krijg je toch altijd van die mega lekkere truffels erbij. Maar ik wist niet dat ze zoveel hadden, bizar. Ik hou dus niet van dit soort dingen. Anders had ik het echt besteld. Superleuk. Bonbon tasting. 4 bonbons. Ja, leuk. Dit is echt iets voor Henny. Ik ga dit voor Henny doen. Maar ik weet niet of ze er nu zin in heeft. Maar ik denk dat het... Jawel. Ja, ik ga als verrassing, als Henny terugkomt, dit hebben. Hier zitten we wat... Ja, ik was al aan het kijken, maar toen werd ik afgeleid door de bonbonproeverij. Ik ging dus 4 bonbons voor Henny halen, maar ik kon niet kiezen en toen mocht ik er 5. Vet aardig. Welke zijn het? Het is deze. Want dit vindt ze volgens mij lekker. Nee, je mag niet kijken. Okay. Jij moet raden. Maar ga je deze alle 5 opeten? Als er geen alcohol in zit, dan zal ik mijn best doen. Ja, er zit geen alcohol in. Deze. Die? Nou, verder weet ik het niet. Is die crispy? Een beetje. Hij heet crispy caramel. Ja. Hmm. Matcha. Met amandel en Henny heeft chai. Ik ga even deze bonbon eten. Ja, je mag de andere ook. Nee, hoezo? Ik hoef dat niet. Ik hou er niet van. Spijt me. Niet echt? Nee. Hoe dan? Het doet me helemaal niks. Maar dit is wel lekker. Terwijl het super lekker is, hè? Oh my god, ik kan zeggen, moment aangebroken dat ik helemaal moe ben. Maar kijk, je ziet het ook. Ik ben helemaal ingestort. Maar ik wil nog even bij de monkey passen. Dus we gaan ervoor. En ik zit lekker in een groot hoekje. Kringloopwinkel gone wrong. Of zo. Dit is dezelfde wit, maar ik vind hem gewoon veel te stijf. En los. Deze pyjama top vind ik te lekker. Echt jammer dat er geen broek bij hoort. Of bij is, maar hij zet de sale. Ik vind het wel heerlijk hoor. Maar hij is wel heel erg groot. Even nadenken nog. Het is wel een chill zwart blouse, maar hij is wel heel lang. Maar ik vind het denk ik wel... Misschien net niet. Maar tegenwoordig vind ik echt niks leuk staan. Dus als ik het een beetje oké vind, moet ik er eigenlijk al genoeg mee hebben. Want ik heb echt geen kleding die ik draag. Maar... ook te pyjama-achtig denk ik. I love it, maar ik vind 40 euro echt te duur voor dit. Ik vind hem wel mega leuk. Ook gewoon voor naar buiten dragen. Random, wel leuk. Ik vind deze print dus niet zo leuk, maar deze blouse draag ik in het wit en beige echt het liefst elke dag. Dus misschien neem ik deze dan ook wel mee. Hij is ook nog eens in de sale. Ik vind het model gewoon heel chill. Wel raar, want ik heb hem nu aan in het wit en deze valt veel groter. Ik heb een flare broek aan. Ik vind hem wel heel leuk, maar hij is te groot en te kort zoals altijd. Hij is maar van velour. Nou, ik ga nog wat broeken passen, maar ik heb geen zin om dat te filmen. Oh my god, kijk deze Amerikaanse afdeling bij de Jumbo Food Market. Dit doen ze altijd in die ASMR video's. Dat is echt extreem duur. Kijk dit. Oh my god. Het is klaar voor vandaag. Het was heel leuk, maar ik ging net nog even door. En ik was ook wel moe. Ik koop, mensen zeggen trouwens soms dat ik koopziek ben, omdat ik zoveel prul koop. Ik haal echt gewoon blijheid uit het kopen van kaarsen, zeep, dingen bij de Lush. Echt, I love it, daar word ik gewoon blij van. Ik koop bijna nooit kleding, daar word ik niet blij van, want niks staat. Dus ja, mensen kunnen denk ik ook koopziek, maar ik denk altijd maar ja, als je het kan betalen en je wordt er blij van. Ik heb niet echt een hele dure smaak, ik word gewoon blij van vreubels. Dus ja. Maar in ieder geval, ik was in de HEMA, toen zag ik een notitieblok met You can find me in the clouds. En ik wilde echt keihard huilen. Deed ik niet, maar ik kon mijn tranen gewoon niet inhouden. Dus ik liep huilend door de mall. Toen zag ik weer iets. Toen liep ik nog in de mediamarkt. En toen hoorde ik Door de Wind. Hoi, het liedje heet het eigenlijk Door de Wind. Van Sanne Hans, die ik ook soms zing. En toen dacht ik, oh my god, want ik hield altijd zo erg van dit nummer, zeg maar, al direct. Ik vind het een prachtig lied. Maar het had niet zozeer een betekenis dat ik er zoveel bij voelde. En nu dacht ik, oh mijn god, het gaat echt helemaal voor mijn oma. Dus nu wil ik aan haar vragen of dat op de begrafenis mag. Het is alleen heel raar, want ik heb trouwens net gehoord dat het bijna zeker is dat het over 2 weken op vrijdag is. Precies over 2 weken. Ik weet nog niet of ik erbij mag zijn. Ik heb mijn oma nog zelf nog niet kunnen bereiken. Mijn moeder gaat het morgen aan Inger vertellen, dus aan mijn verstandelijk beperkte tante. Echt super veel respect voor mijn moeder trouwens, want die moet dat helemaal in haar eentje... Naast mijn oma is zij zeg maar de enige die echt die tijd en energie aan Inger besteedt. En als mijn oma er niet meer is, gaat mijn moeder dat dus ook overnemen naast haar eigen leven. Dus het is super, super veel respect voor haar. Dat is gewoon pittig. Het vertellen aan haar is ook pittig. Ik ben 5:30 thuis. Oh, pardon. En die
Nicole komt zo even dat pak van heel ophalen van de jaren 90 voor haar eigen vriend. Maar goed, ik hoorde het niet. Ik denk, oh my god. Want daar zingen ze ook van, ik kan je niet missen. Je mag nog niet sterven, weet je wel. En dan, ik zie je voor met mijn ogen graag. Ineens voelde ik dat hele nummer. En het liefst zou ik het zelf zingen op haar begrafenis. Maar ik kan gewoon niet goed genoeg zingen daarvoor. Ik weet dat ze dat wel heel graag zou willen. Maar het is gewoon een te moeilijk nummer. Dus dat wordt hem niet. En dan denk ik, oh my god, ik ga Sanne Hans een bericht sturen. Of ik kan inhuren. Maar dat is allemaal alleen wat ik zelf wil. En helemaal niet wat oma wil. Dus dat slaat ook nergens op meer. In ieder geval, ik ben echt mijn tranen aan het inhouden. Want ik wil echt weer keihard janken. En denk echt, oh my god, het gaat zo'n helse periode worden. Niet normaal. Iedereen is zo verdrietig. Bizar zeg. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het is als je je partner of je ouders verliest. Want dit voelt al verschrikkelijk. Het is niet te vergelijken met mijn liefdesverdriet, zeg maar. Toen ik zo verdrietig was, wat ik ook heb gefilmd. Toen voelde ik echt steken in mijn hele lichaam. Alsof ik dood ging. Dat is anders dan dit. Dit is oprecht gewoon verdriet en gemis, zeg maar, die je nu al voelt. Bizar. Ik kan niet eens zingen. Ik begin meteen te huilen. Dat is niet eens een optie. Ik dacht, misschien moet ik het toch doen, maar... Nou, genoeg voor vandaag. Oké, okay, Nicole komt zo even dat pak halen, dus ik ben nog snel een verjaardagspakket in elkaar aan het flansen. Hoi Nicole, als je dit ziet. Want ik wil eventjes lekker veel spullen geven. Dus ik heb allemaal super chille dingetjes erin gedaan. We hebben lekker alles besteld waar we zin in hebben. Dus we hebben lekker gevulde pasta met spinazie en pesto en pizza. En nu nog een hele zak vol sushi. Hi jongens, ik ben weer blij. Lekker avondje. We hebben pizza besteld, pasta en sushi. En ik heb net alle spullen unboxed. Voor mensen, maar nog niet voor de camera. Dus morgen ga ik alles unboxen wat ik heb gekocht. De tweede keer. Kijk. Superveel. Ik heb hetzelfde aan, dus het lijkt dezelfde dag, maar het is niet. Ik moet jullie nog alles laten zien wat ik heb gekocht, maar dat was er gisteren niet van gekomen. Ik laat alleen vast vier dingen zien die ik bij de Bath & Body Works heb gekocht. Deze zeep. Alles was 60% korting. Dit is Waikiki Beach Coconut. Dan heb ik nog Sugared Spell. Die zeep gebruiken we echt altijd. Dus geen miskoop. Coastal Watermelon. We gebruiken eigenlijk alleen maar deze zeepen. En dan heb ik nog Boardwalk Vanilla Cone. Oké, even te veel opgenomen. Nu is het nog daglicht. En nu gaan we even naar de Bouwhof om verf te kopen op de fiets voor het kantoor. Oh ja, en ik ga deze even meteen opdoen. Dus dat is allemaal 50% korting. Want kijk of ik nou minder glim straks. Er bestaan natuurlijk 100.000 dit soort poeders. Maar lus is altijd wel goed. Ik had dit ook nog gekocht trouwens. Haar gaat trouwens alweer echt een beetje de goede kant op. Het begint weer een beetje normaal te worden. Dus het valt allemaal mee. Alleen hierboven is het gewoon oranje. En dat gaat niet weg. Dus dat is heel jammer. Maar dat de rest nu best wel zilverachtig is, valt het niet heel erg op. Nou, let's see of dit gaat werken aan het eind van de dag. Ik bedoel, over 10 minuten als ik normaal al zou glimmen. Ik doe toch iets verkeerd ofzo, want als ik geen make-up gebruik, glim ik helemaal niet. Het is echt de combinatie met make-up maakt mijn huid dus glimmend. En dan lijk ik echt op een discobol aan het eind van de dag. Dat is natuurlijk gewoon een soort talkpoeder. Ik moet ook echt mijn kwast wassen, by the way. Hij is super vies, maar ja. Ik moet ook nog sporten, maar het is een beetje lastig. Gisteren is het niet gelukt en vandaag zijn we met z'n drietjes, dus dan wordt het ook altijd wat lastiger. Want dan wil je toch even met z'n drieën dingen doen. Dus... Het voelt wel meteen wat matter. Oké, let's go. Cycling. Negler of full river of lush river. Okay, we hebben echt binnen 2 minuten besloten. We gaan voor deze. Nee, dit was leuk geweest om te testen in mijn ontbijtvideo. En van de fiets ineens weer in de auto. Het is 3 uur. De sportschool gaat over 2 uur dicht en de winkels ook. En we hebben de boodschap gedaan. We gaan spring rolls eten. Dus dat is super leuk. Het is gewoon ook echt leuk om te maken. Wel heel actief. Ik zal het ook even vlaggen. Om er helemaal in te vlaggen. En dan, ik ga nu naar de Primark, naar de Only, naar de H&M en naar de Vera Moda om spullen terug te brengen. Echt, I hate it. En dan sporten, dus dat moet allemaal wel lukken in 2 uur. Waren jullie lekker op de fiets boodschappen doen? Ja, we gingen even op de fiets naar de Bouwhof verf halen. Maar hoe reageerde Inger dan, wou ik nog vragen? Ja, nou eigenlijk heel volwassen. Gewoon snappen dat ze zo'n pijn heeft. Ja? Wel. Ja. Maar ze snapt niet heel goed wat ze dood is, hè? Nou ja, opa is ook dood. Ja, maar dat begrijpt ze eigenlijk ook nog niet zo goed. Maar ze weet wel heel goed dat ze dan niemand komt en zo. Ja, precies. Want ze vraagt ook steeds, die moet er dan voor mij zorgen. Ja, en wat zeg je dan? Het is heel goed dat mama of oma dan voor haar zorgt. Maar wat zeg je dan? Ik? Oké, ja. Nou, knap hoor. Ik heb er echt respect voor hoe je dat doet. Ja, weet je, het is zo afgesproken. Het is gewoon een taak. Ik heb tot mijn hele leven eigenlijk al die eigen verantwoordelijkheid.
Ja, ik vind dat knap. Maar ik moet jullie wel wat vertellen. Ik vind dat echt zo een heel verhaal. En misschien is het echt zo totaal niet boeiend. Maar oké. Oké, ik zal even vertellen hoe mijn leven was de afgelopen drie uur. Oké. Ik ging... Maar heb ik niet gevlogd namelijk. Ik ging naar de Only terugbrengen. Nou, dat ging helemaal goed. Toen dacht ik, oh, ik heb echt broeken nodig. Gisteren bij de Monkey was het verschrikkelijk om broeken te passen. Maar ik dacht, het moet toch wel gewoon dat ik een broek pas. Moet toch kunnen. Er zijn mensen die gewoon voller zijn dan ik. En die passen ook broeken. Nou, toen ging ik broeken passen. Eentje past wel, maar ik vond hem niet zo mooi. Maar toen had ik geen zin meer om te passen. Dus toen heb ik allemaal random broeken gekocht. En toen dacht ik, ik ga ze wel thuis passen. Anders breng ik ze weer terug. Nou, bij de Only terugbrengen is best chill. Want je parkeert gewoon in de garage. Je loopt eruit en je bent al bij de Only. Het is altijd rustig. Dus, nou ja. Toen ging ik naar de Primark. Daar moest ik mega lang in de rij staan om voor 30 euro dingen terug te brengen. Nou ja, dat ging goed. Daar ging ik niet meer kijken. Toen ging ik met de auto naar een andere garage rijden. Want ik was lui. Naar de Vero Moda. Daar kreeg ik wel voor 130 euro kleren terug. Waarvan ik had nog 2 dagen de tijd om ze terug te brengen. Dus dat was wel chill. Nou, prima. Maar toen was het al 4:30. Dus toen ging ik naar de sportschool. Had ik maar 20 minuten om te sporten. Maar ik ontdekte dat als ik gewoon super snel alles doe. Zonder even een pauzetje te nemen. Dat het makkelijk lukt in 20 minuten. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen moest ik nog naar de H&M iets van 10 euro terugbrengen. Ik dacht, ja, laat ik dat nou ook maar doen. Want dat mag uiterlijk 30 januari of zo. Dus toen ging ik dat doen. Nou, toen stond ik heel lang in de rij, bleek het ook naar boven moest. Was ik boven. Maar ik wilde dus ook nog 2 shirtjes. Die ik toen rond de bruiloft van Ro, zeg maar, had gekocht. Met een alarm erin wilde ik ook terugbrengen. Nee, sorry. Wilde ik de alarm eruit laten halen. Volgen jullie het nog? Want aan het begin bij de zelfscan had je dus echt alarmpjes erin en moest je er zelf helemaal uithalen. Wist ik niet. En volgens mij heb ik dat toen niet gevlogd. Maar voor Ro de bruiloft was echt een chaos. Ik had geen kleding. Dus dat was het. Ik had het verkeerd verteld. Ik ging voor de bruiloft naar de stad. In alle haast een outfit zoeken. Kon niks vinden. Had ik uiteindelijk een soort vage rok gekocht. En ik zag ook nog 2 topjes. Die had ik ook gekocht. Nou, trek ik die rok aan. Is die wel leuk? Kom ik er dus achter. In de auto of net voor we weggingen. Dat er zo'n alarm in zit. Dus ik denk, oh my god. Nee. En we waren eigenlijk al te laat. Dus we gingen naar de bruiloft. Maar voordat we gingen, zeg maar, na 5 minuten in de auto, heeft H me hier afgezet. Ben ik gaan rennen op die soort hakjes die ik aan had. Of wat had ik aan? Sandaalhakjes. Ik weet het niet eens meer. Rennen. Naar de eerste beste winkel. Hi, wil jij dit alarm eruit halen? Want ik heb zo'n bruiloft. Nee, dat mogen wij niet doen. Je moet echt naar de H&M. Dus ik verder rennen naar de H&M. Wil je het eruit halen? Hoefde ik volgens mij niet mijn wond te laten zien. Dat geloofden ze gewoon meteen. Want waarschijnlijk hadden ze dat probleem wel vaker. Oké, alarm eruit. Maar eindstand lagen die 2 topjes de hele tijd thuis. En had ik steeds geen zin om naar de H&M te gaan. Dus nu heb ik natuurlijk mijn kantoor opgeruimd. En die 2 topjes blijven over. Dus ik dacht, nou, als ik toch iets naar de H&M moet terugbrengen. Een blauw shirtje wat ik had gekocht voor mijn outfit voor Emma Spice. Die ik niet had gebruikt. Dat moest trouwens ook terug naar de Only. Dat waren allemaal overhaaste Spice Girl dingen die ik had gekocht. 1 dag voor uitnemen. En ook toen allemaal niet gevlogd. Nou, in ieder geval zegt ze, ja, ik heb je bon nodig om het eruit te halen. Ik zo, het is van juni of juli, dus ik heb geen bon meer. Ja, dan mag ik het niet terugnemen. Nou, dat werd een hele discussie. En toen zei ik dat ik de manager wilde spreken. Ik zeg, ja, sorry, ik begrijp het heus wel, maar als ik had gestolen, was het alarm afgegaan, want elke winkel waar ik in ben gelopen net, ging het alarm keihard af, inclusief de H&M. Dus ik kan het niet gestolen hebben. Ze zei, ja, je moet je bon bewaren als je het terug wil brengen of zo. Ik zeg, ja, maar ik wil hem niet terugbrengen. Nou, hele discussie. Toen zei ik, ja, sorry, ik ga hier nu niet weg met 2 shirtjes, het waarde van 20 euro, 10 euro per stuk, die ik nooit meer kan dragen omdat er alarmpjes in zitten. Dat ga ik gewoon niet doen. En ik kon dus ook niet mijn H&M clubcard laten zien. Want internet is er nooit in deze H&M. Dus ik spaar ook nooit punten in deze H&M. Dat zei ik ook tegen haar. Ja, ik kan nooit hier mijn pas scannen. Dus nee, ik kan het ook niet terugzien op mijn member. Toen zei ik, ik zie het ook niet op mijn afschrift staan trouwens. Dan heb ik misschien contant betaald. Zei ze, maar dat kan niet als je zelfscan hebt gedaan. Toen dacht ik, oh my god, nu voel ik me echt betrapt. Toen zei ik, ja, ik weet het oprecht niet. Misschien was het dan wel in juni in plaats van juli. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik het heb gekocht. En toen zei ze op het einde nog, altijd je bon bewaren. Ik zo, ik bleef wel aardig voor trouwens, maar ik had echt weer echt iets van. Dus ik zo, ik wilde het niet terugbrengen, ik wilde het houden. Dus ik had geen bon nodig. Toen zei ze nog op het einde iets van, ja oké, ik snap het wel. Okay, ja, ik doe het nooit meer natuurlijk. Maar het zal wel de reden zijn waarom jullie gestopt zijn met deze alarmpjes in de kleding. Want nu moet je gewoon een soort van labeltje scannen of zo.
Dus anyhow, ja, ik dacht ik kan daar gewoon niet weglopen met de gedachte dat ik twee shirtjes heb met een alarm erin die ik nooit kan gaan dragen. Dat vond ik gewoon, nee. Dus het is me uiteindelijk wel gelukt. Ik bleef wat ik zeg gewoon vriendelijk, alleen ik bleef wel gewoon volhouden. Want soms heb je toch van dat je je zin niet krijgt en denk je oké, ik accepteer het en ik loop weg. Maar nu dacht ik, nee, ik ga niet nu hier weg met twee kledingstukken uit jullie die ik nog steeds niet heb kunnen dragen door het stomme alarm. Nee, ik ga niet weg. Vond ik gewoon niet eerlijk. Dus nou ja, het is uiteindelijk gelukt. Toen ging ik nog naar de TK Maxx, want die was blijkbaar open. Nog tot 6 uur. Daar heb ik vet veel gepast in echt 10 minuten. Ik had mijn camera niet mee en ik had ook geen tijd om te filmen. En ik zag allemaal van die hele coole Adidas, van die hele foute sportvesten. Veel te groot. En ik wilde ze allemaal hebben. En toen dacht ik, nee. En het is heel erg fout. En ook nog eens veel te groot. Dus het meeste heb ik teruggelegd. Maar ik heb 4 dingen genomen. Ja, gaan mensen nu weer commenten dat ik koopziek ben? Ik ben gewoon even blij dat ik weer vrij ben. En gewoon tijd heb voor dit soort dingen. Oeh, ik heb het nog steeds niet verteld. Misschien moet ik dat nu even doen. Oh, ik ben irritant, hè, jongens. Dat ik dat steeds zeg en dan niet doe. Heel erg vervelend. I'm sorry. Het is gewoon belangrijk. Dus hier is plek. Ze denkt dat ik voor haar stop. Maar ik stop helemaal niet voor haar. Dat is best grappig. Auto, ik ga hier even achteruit parkeren. Ik ga het nu gewoon zeggen, want ik kan het wel blijven uitzetten, maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet zeggen. Ik ga stoppen met 35. Bedoeling was dat morgen mijn laatste dag was, maar onverwacht was het afgelopen woensdag al. Eigenlijk een uur voordat ik begon met werken was dat zeg maar besloten. Dus dat was heel gek, dus ik had onverwachts ineens een vrije week. Maar natuurlijk ook met dat toekomstige verlies van mijn oma erbij. Gewoon een hele rare fucked up week eigenlijk. Dat is gewoon een keuze die we samen hebben gemaakt. Het is helemaal oké. En er zitten ook echt wel voordelen aan. Maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan het verliezen van je zaak. Maar ik wil daar zeker nog op ingaan. Maar ik dacht, stel al jullie vragen hieronder in de video. En dan ga ik jullie vragen beantwoorden waar mogelijk. Het liefst zoveel mogelijk. Maar ik kan natuurlijk niet zomaar van alles zeggen. Want het gaat ook niet alleen maar over mij. Maar wat ik kan zeggen, zou ik zeggen. Maar ik heb dus eigenlijk nu even geen werk meer. En dat kan ik me gelukkig nog wel permitteren. Ondanks het feit dat ik natuurlijk heel erg weinig heb verdiend de afgelopen tijd met 35. Want met eigen zaak verdien je heel weinig. Omdat je later natuurlijk weer meer gaat verdienen. Nou, dat is in mijn geval niet zo, want ik stap er heel vroeg uit. Maar stel je vragen. Ik ben dus weg bij 35. Ik moet wel zeggen, het laatste contract, zeg maar, de uittredovereenkomst en alles, daar zijn we nog mee bezig. Dus het is nog niet 100% definitief rond. Maar ik ben er deze week al niet meer. En Mel is al met anderen bezig, zeg maar, in de zaak. Dus het gaat wel gewoon door. We zijn wel, de overeenkomst is in principe klaar, zeg maar, qua wat we erin willen. Alleen de officiële juridische overeenkomst is nog niet klaar. Dus ja, dat moet nog gebeuren. En dan stel je vragen. Dan zal ik hem in de volgende vlog beantwoorden. Of zodra ik de reacties zie, zal ik die gaan lezen en beantwoorden. Dus yes, dat. Dus dat is waarom, natuurlijk ben ik daar ook verdrietig om. Ik zeg, het is een keuze die we samen hebben gemaakt. Dus het is gewoon allemaal helemaal oké. Maar logisch dat je er verdrietig om bent, want het is je eigen zaak waar je met liefde aan hebt gewerkt. Dus verder zeg ik er even niks over. En moet ik nog mega veel dingen gaan laten zien aan jullie die ik dus heb gekocht. Maar ik ga eerst even lekker naar huis en we gaan springrolls maken. Oké, ik had toch laatst deze Juicy Couture dinges bij de TK Maxx gehaald. Ik ben ineens helemaal obsessed met TK Maxx loungewear. Van merken en zo. I love it gewoon. Ik kwam dus trouwens naar thuis en toen stonden er, nou ja, de meest lieve dingen voor mij. Vanwege mijn oma echt super lief. Had ik heel kort gefilmd. Maar oké. Dit heb ik dus gekocht van Fila. En dan in een M, dus dat hij niet zo groot valt. Ik moet zeggen, ik had hem liever wel toch een maatje groter gehad. Maar goed, lekker teddy. En dan zit van Juicy Couture een velour donkerblauwe legging. Maar ik vind hem toch net als chilltrui iets te, wil ik toch wat die wijder zit. Dus ik ga die Juicy Couture erbij dragen. Hij zit trouwens wel echt extreem hoog. Maar wel chill. We hebben geen zin om springrolls te maken. Dus ik ga even pesto halen en dan gaan we pasta eten. Ik snap trouwens wel waarom het niet verkocht werd, want het zit niks gestikt tussen, zeg maar. Dus je voelt dit zitten. Het zit echt totaal niet lekker, maar oké, ik heb nu al het label eraf gehaald. Jongens, kijk, dit is echt een tip. Bij de Jumbo. Eigenlijk wil ik niet eens zeggen, want ik wil alles zelf houden, maar oké. Hok groente 1 euro. Kijk, dit valt nog wel mee. Dit is gewoon chill, goedkoop. En soms hebben we echt vlees van 10 euro voor 2,50 en zo. Zoals deze salade, 1 euro. En het is allemaal houdbaar tot en met morgen. We hebben uiteindelijk gewoon lekker pasta pesto gegeten met
echt de beste. Oh, heerlijk. En ik heb nu weer een andere joggingbroek aan. Deze had ik ook gekocht. Hij was 10 euro bij de Only. Ik vond het wel gewoon chill. Het zit wel wat lekkerder dan die andere. Meestal trek ik het liefst het hele label eruit. Maar dat lukt bij deze niet. 10 euro vind ik wel een leuk prijsje. Eerst was hij 22. Pigalle. Hij is dus lila. Net altijd zo lelijk staan, maar... Ik heb ook echt geen broek hoor, zoals dit. Ik denk dat ik al sinds ik echt een puber ben niet meer dit soort broeken heb. Dus ik kon er op zich wel in gebruiken. Hi, het is vandaag zondag. Ik was om 9 uur al opgestaan. Ik heb denk ik ruim 2 uur lopen editen. Dus ik heb deze hele vlog al bewerkt. En ik zit al op 40 minuten voor 1 week. Maar ik wil het echt real, echt goed gaan doen. Dat ik gewoon elke week een weekvlog heb. Het liefst wil ik ook naar een vaste dag toe gaan. Zou het toch wel moeten lukken nu. Maar dan wil ik gewoon echt, oké, de ene week is het een kwartier. De andere week 40 minuten gewoon... Niet compenseren met weken, gewoon hoe het is, dat is het, zeg maar. Dus ja. Ik wil dus eigenlijk niet meer zoveel... Kijk, nu heb ik dus, ben ik zeg maar niet gedoucht zonder make-up. En dan denk ik, ja, dan wil ik eigenlijk niet nu een shoplog gaan filmen. Maar ergens denk ik, lekker boeiend. En als je dan gaat editen, beeld jezelf in, je edit jezelf net uit bed. Dan denk je, why did I do that? Maar het is wel real. Dus ik ga eventjes de dingen van Lush laten zien die ik nog niet aan jullie had laten zien. Want dit had ik allemaal al toen met Henny aan jullie laten zien. Ik heb een sleepy zeepje gekocht. En alles wat ik heb gekocht is dus 50% korting. En deze heb ik eigenlijk voor mijn oma, want ik dacht gewoon kan je de laatste week nog lekker met een lavendelzeepje jezelf wassen. En als hij dan overblijft, dan neem ik hem wel over of zo, of weet ik veel. Het is een beetje nasty om aan je oma als herinnering een zeep mee te nemen, maar goed. Ik weet dat zij dit gewoon heel lekker vindt ruiken. Voor mezelf heb ik dan nog een Snow Fairy zeepje. En die ruikt lekker naar Snow Fairy, heerlijk. Roze is deze. Ik hou hem nog even dicht. Dan was dit nog een cadeautje. Dit is zo'n kneepbare douchegel is dit. Dat was een cadeau nog. Ik ga er gewoon even snel doorheen. Dit is de Sleepy Bear Bath Bomb. Ik heb dus heel veel gekocht, maar ik had zoveel meer kunnen kopen. Want ze hadden echt bizar geweldige dingen in de sale. Dit is Bonfire. Deze vind ik denk ik het allerlekkerst ruiken. Deze ruikt naar kaneel. Ik heb deze nog nooit eerder gezien trouwens. Dit is Marshmallow World. Kijk, ik heb nu natuurlijk bij mijn ouders weer een bad. En ik ben echt van plan om zeker elke maand daar naartoe te gaan en te slapen, want dat vind ik gewoon zo gezellig. Dus dan kan ik lekker elke keer zo'n bath bomb gebruiken. Ik hou alleen echt niet van glitter. Maar sommige hebben wel een beetje glitter. Dit is een cinnamon roll. Dit is zo'n bubble bar, weet je wel. Die je afbreekt en je kan je veel vaker mee doen. Geweldig, ik word hier zo blij van. Dan hebben we Crystal Snow. Vinden jullie dit ook heerlijk satisfying om dit zo te zien? Dat het beeld zo prachtig scherp stelt. Ik heb dus eigenlijk een hele goede camera, maar... Ik heb het gevoel dat ik soms nog niet echt de perfecte instellingen aan heb staan of zo. Want hij... Dit is een hartstikke dure goede camera. Maar iemand kon dan te laatste dat hij mijn camera super mooi vond. Het beeld dus. En dit is Snowdrift. Deze ruikt gewoon heel erg schoon. En deze heeft eucalyptus en pepermunt erin. Ik heb niet alles gezegd wat erin zit. Want ik vind het altijd een beetje langdradig anders. En dan hadden ze dus ook cadeaupakketten. Geweldig. Die heb ik al uitgepakt. Wist jullie dat dat schuim wat erin zit, dat je dat gewoon met water kan oplossen? Ik kwam daar pas een tijdje geleden achter. Butterbeer Bath Bomb. De Snow Fairy. Deze heeft dus wel glitter. Maar Snow Fairy is gewoon mijn favorite op aarde. Deze heet Sweet Pudding. Creamy Candy Bubble Bar. Deze ruikt extreem lekker. De Reusable Bubble Bar. Maar alle bubble bars zijn toch reusable? Candy Cane. Maar deze kan je echt een beetje zo roeren. Heerlijk fris. En als allerlaatst, geweldig. Hij heeft wel wat glitter, maar deze is echt fantastisch. De Snow Fairy Wand Bubble Blower. Volgens mij kan je maar zo zelfs een beetje bubbels blozen met dat gat wat erin zit, denk ik. Ik heb volgens mij deze al een keer gehad. Ga ik straks eventjes douchen met die lekkere chocolate body wash. Deze InfraWick haargel is ook super chill. Dit gaat allemaal mee naar boven. En bij de Bath & Body Works heb ik dan nog... Een nieuwe lijn ontdekte die ik heel lekker vond. Dit was 60% korting. Dit is de Waikiki Coconut Beach. En dit is een body wash. Dus het ziet eruit als een body lotion. Ga ik die ook nu al... Nee, ik ga eens even mijn Snow Fairy douchegel opmaken. Want die heb ik ook nog. Dus dit breng ik dan naar beneden. Een mist van Waikiki Beach Coconut. Ik wil niet meer te veel van dit soort dingen kopen. Dus ik heb eigenlijk 1 favoriet parfum, die vanille. En 1 favoriet parfum van Guess. Maar dan af en toe vind ik zo'n mist nog wel lekker. En dit was ook nog een cadeau. Want dit is een shapeable soap. Dus als je deze spuit... Is het een soort van, niet echt kneedschuim, maar iets dikker dan normaal schuim. Dus je kan het een beetje kneden. Ik heb deze trouwens uit mijn kantoor gepakt. Maar mijn face wash was op en dit heb ik dus ooit gekregen. Dus hier ga ik nu voor het in de douche mijn gezicht mee wassen. Ik heb zo'n soort neppe Foreo One en dan dit erbij. Dus ik maak even een tasje voor de spullen die mee naar boven kunnen. Dat is allemaal dit. En ik vind dit oprecht super chill, die mouthwash
tabs. Oh, ik hoor niet dat er muziek aan staat en dat ik dan auteursrechtenclaim krijg. Chill. Ik zie niet echt voor me dat ik dit dan steeds meeneem in mijn tas of zo, maar goed. We'll see. Nou, de rest wat ik heb gekocht is eigenlijk deze hele vlog al een beetje zo voorbij gekomen. Vond ik eigenlijk ook wel leuk. Dat je niet alles in één keer laat zien, maar dan het een beetje steeds iets laat zien. Nog even met daglicht trouwens. Dit is die legging dinges. Ook naar boven. En dit zijn die truien die ik heb gekocht bij de New Yorker voor 15 euro per stuk. Nou ja, als ik die aan heb zal ik het wel even laten zien. Maar ik heb hem in 3 kleuren. Anthraciet, deze en die groene. Bij de Only heb ik dan nog 3 broeken gekocht die ik niet ga filmen, want ik haat broeken. Maar ik zal even laten zien welke varianten ik heb. Power Push-Up Midwaist. Paola Skinny. Forever High Skinny. Ik haat spijkerbroeken zo erg dat mijn benen dikker zijn, maar ik moet toch echt broeken hebben. Dus ja. Oh ja, ik had dit ook nog. In de sale. Leek me wel een chille trui. Hij heeft wel acryl erin, maar volgens mij jeukt hij niet. En als laatste nog deze broeken. Mocht ik het houden, dan zien jullie het wel verschijnen. Maar dit moet ik dus nog even allemaal gaan passen. Eigenlijk vind ik het altijd wel leuk als ik iets wil passen om het te laten zien. Maar... Vinden jullie dat zeg maar ook dat je dan zo'n stapel maakt? Van ook of zo'n, zeg maar alles wat naar boven moet, zet ik dan daar op de trap. Alles wat naar beneden moet, zet ik dan daar. Dit moet allemaal naar boven. Dit moet allemaal naar beneden. Veel te groot. Maar ik vond hem zo geweldig cool, want hij is van Adidas, van de TK Maxx. Maar zeg maar echt te groot. En hij is zo heel stoer. En dan zie je hier zo Adidas. Hele leuke mouwen. En dit kan je er dus afhalen. Dan heb je een korte jurkje. Die zal ik ook gewoon nog eventjes laten zien als ik het straks ga aantrekken. Sportvest, want ik heb helemaal geen vesten. En ik vond deze wel heel mooi van Puma. 35 euro was deze. En dat leren jasje was ook 35. Wel nep leren hoor, denk ik. Alright, dat was het. En nu ga ik lekker douchen. Ik heb even de broek en de trui aangedaan. Deze trui is wel lekker met BH, want hij is heel groot. Maar ik vind hem best wel chill. Dus deze ga ik sowieso houden en hij kriebelt niet. En ik vind de broek eigenlijk ook wel oké. Alleen... Deze broek is steeds weer te lang. Dus 32 is te kort en 34 is dus te lang. Ik heb hem helemaal moeten omslaan. Dat vind ik niet zo mooi. En hij is ook niet helemaal skinny aan de onderkant. Maar ja, aangezien ik broeken echt haat en deze wel lekker vind. Wel chill, hij zit zo, dus je kan iets in je broek dragen. Ja, deze ga ik wel houden. Niet perfect, maar gewoon prima. Ik heb letterlijk geen één spijkerbroek die ik draag. Niet normaal. Oké, dit hou ik. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik denk alleen dat hij te snel te groot is, want hij zit nu al best wel lekker. Meestal loopt het ook nog uit, maar oké. Zo'n model kan ook wel een klein beetje baggy zijn, denk ik. Leuk wel, eigenlijk. Ik draag nooit zulke kleren. Deze broek ga ik denk ik niet houden. Die vind ik hier niet zo mooi zitten. Deze broek ga ik wel houden, maar volgens mij heb ik deze al een paar jaar geleden gehad. Want ik herinner me ook hoe die hier zit. En dat die rits nooit echt perfect dicht gaat. Wat heel irritant is. Maar ja. Ook deze is trouwens te lang. Maar oké, ik hou deze en die grijze. Deze zit hier wel mooi trouwens. Ja. Oké, dit is het jasje. Ik twijfel of ik hem moet houden. Want hij is wel echt groot groot. Van waarom zou je dit zeg maar houden? Het is niet eens meer leuk zo groot denk ik hè. Hier moet ik nog even over nadenken. Ik denk dat ik hem wel hou. Want ik zou dit wel echt dragen. Als ik gewoon naar buiten ga. En dan... Als jasje gewoon, weet je wel. Of als je uitgaat over iets heen. Of gewoon als jasje op een koude zomeravond. Dat ik vind. Hij is gewoon super cool. Dus ik ga hem houden. Oh ja, en dit is het vest wat ik heb gekocht. Ik vind hem super mooi. Hij is echt best wel flatterend, zeg maar. Het is gewoon een... Kijk. Het is niet zo oversized. Leuk. Top, toch? Ik weet niet alleen precies wanneer je een vest draagt, maar... Ik draag nooit vesten, maar ik heb wel zo'n momenten dat ik denk, oh nu zou ik wel een vest aan willen. Dus ja, ik vind het leuk, ik vind het echt mooi staan. Dus ik kan wel wat sportkleding gebruiken. Mooie kwaliteit, mooi stevig. En als je hem dus open draagt is hij leuk, maar dicht is hij ook leuk. En open is hij dus ook niet zo groot. Mooi hè? Hier ben ik wel heel blij mee. Hij houdt je trouwens droog. Dit is een soort van stof die je tegen de regen kan of zweet. Of moister. Aha. Oh my god, ik vlog zoveel. Ik vind het weer helemaal leuk. Ik heb het eigenlijk altijd leuk gevonden. Ik heb alleen het steeds zo druk gehad dat ik niet wist wat ik moest vloggen. Ik heb dus gisteren dit gekocht. Lactosevrije magere kwark. Ik haat maar magere kwark. Maar het ding is, ik kon kiezen uit dit of Grieks yoghurt. En die Grieks yoghurt was veel duurder sowieso. Maar toen het me lukte om af te vallen, jaren geleden. Toen at ik wel altijd echt magere dingen.
Maar toen zei iedereen, oh joh, eet gewoon volle dingen, is goed voor je, bla bla. En toen dacht ik, nu ja, dan ga ik niet wel weer een keer magere dingen proberen te eten. Want voor hetzelfde geld verlies ik er maar wel een paar kilo. Niet alleen daardoor, maar misschien is het wel gewoon handig om weer wat magere dingen te gaan eten. Net als die havermelk skippen en voor halfvolle melk vervangen. Of nou, whatever. Krusli is natuurlijk niet gezond, normaal heb ik de muesli variant hiervan. Maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Want hier zit dan dus... Hoe kan er hier geen suiker aan toegevoegd zijn? Het is in ieder geval volkoren speldvlokken. Maar hoe maken ze het dan krokant? Geen idee, maar dit merk, die muesli, was ik altijd wel fan van. Maar ik vond hem niet meer zo lekker. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Nou, is dit echt het meest ongezonde wat je kan eten, Krusli? Allebei super lekker. 2 gram suiker versus 14 gram suiker. Seriously? Ik dacht, misschien is het een mooie waarde zijn. Maar het is inderdaad totaal niet zoet. Het smaakt gewoon echt naar pure... cacaopoeder. Oké, volgens mij is het serieus een prima optie. Als je er niet veel van eet. Alleen van nature aanwezig suiker. Ik let sowieso niet op calorieën of zo. Maar ik dacht dus inderdaad dingen als, oké, misschien iets minder volle producten. Iets minder vetten. Maar iedereen zegt steeds tegen me, ja, vet is gewoon goed voor je. Ik praat hier trouwens liever niet over in de vlog. Want ik vind het een irritant onderwerp. Maar nu ik dan toch weer meer ga vloggen, hoort dat er ook bij. Ja, neem gewoon vet. En voor mij is het gewoon suiker. Maar... ik eet bijna geen suiker, dus ik hou helemaal niet van suiker. Soms krijg ik dan comments, ik zag je in de vlog nog dit eten. Maar als ik zeg maar iets uitzonderlijks eet, dan vlog ik dat meestal. Die bonbons bijvoorbeeld, die heb ik trouwens niet gegeten. Maar ik had dus natuurlijk wel een stukje van die chocoladetruffel gegeten. Maar dat soort dingen eet ik nooit. Ik ben echt een hartig persoon. Ik hou van, niet per se van vette dingen, maar ik hou wel gewoon lekker van salade met lekker olijfolie, weet je wel. En vooral benieuwd, krijg ik er backway van? Ik denk het niet. Deze doe ik het dus ook heel goed op. Geldtip. Ik hou altijd verse havermelk, verse melk. Maar waarom hou je niet gewoon houdbare? Het scheelt serieus qua kosten. Plus je kan het hier gewoon op voorraad hebben staan. Zeg maar, is nooit je melk op. Dus ik weet niet waarom je voor vers zou gaan in de koffie. Maakt volgens mij niet zoveel uit. De eerste verse. De kleur is wel een beetje anders dan ik had ingevuld. Niks is jongensachtig, maar ik vind het gewoon een beetje stoer. Nou, dit is wat ik aan het doen ben. Ja, maar hij is heel anders dan... raar. Totaal anders. Hey, Pip. Hallo, die leeft nog. Hoe? Zie je? Wow. Precies als ik ga filmen, dan gebeuren dit soort dingen. Niet zeker alleen maar mijn kont. Ik kom er niet zo goed bij. Oké, maar nog een klein stukje verf. Wel goed teamwork zo. Oké, dit is de muur. We hebben net te weinig verf. Hij zei dat we hiermee 2 lagen konden doen, maar dat is dus niet zo. Het is heel donker, maar ik vind dat het wel mooi wordt. Hallo jongens, wij hebben... Kijk, ik heb mijn oude fotoalbums bekeken. Ik heb het niet gefilmd, maar het was echt leuk om te zien. Een beetje van echt als baby tot met 8 jaar. 4 albums. Ik heb er nog meer. Als jullie dat een keer leuk vinden om te zien, moet je het even laten weten. En we hebben zo'n pocket escape room spel gespeeld. Iets van, er zijn echt iets van 60 kaartjes. We hebben er denk ik bijna de helft gedaan. Dat heb ik toen gekregen toen ik wegging op school van een collega. Het is best wel leuk. Dus dat zal ik eens even laten zien welke wij hebben. En nu gaan we... even lekker wat eten in de oven doen, wat ik dus gisteren had gehaald. En Monopoly spelen. In plaats van tv kijken, gewoon lekker relaxed. Het spel met z'n tweeën is denk ik wel iets minder leuk, maar het kan met z'n tweeën. Een lekker avondje. En ik had allemaal foto's gevonden van mij met oma. En die heb ik allemaal naar oma gestuurd. Super leuk om terug te zien. Welke zouden jullie willen zijn? Boek, hoed, halt, hoe noem je dit? Een sportding. Ik weet niet wat dit is. Een horloge. Vliegtuig of een wijnglas? Ik ben het wijnglas. Mijn haar is deze. Oh, dat is niet start. Hier is start. Je hebt dus allemaal van die verschillende edities van Monopoly. Maar uiteindelijk is het allemaal een beetje hetzelfde volgens mij. Alleen dit is totaal niet geordend teruggelegd in de doos. Dus moet ik allemaal gaan ordenen. Ik heb dit ooit opgestuurd gekregen. Maar het gaat dus over uitvindingen die door vrouwen zijn gedaan. Dat was wel leuk. Isolatie van stamcellen. De uitvinding van ruitwissers. De uitvinding van... koffiefilter, computer compiler. Dat is allemaal door een vrouw. Ik vind het trouwens best wel relaxed om zo'n spel dan te sorteren. Lekvrije luiers. Modern shapewear. IJsmachine. Acupressuurapparaat. Systeem voor huisbeveiliging. Illusion transmitter.
Vaatwasser is ook door een vrouw. En chocolate chip cookies. Nou, dan heb je wel echt een geniale uitvinding, want die zijn super populair. Nou ja, leuk wel. Je gooit als meisje, maar haalt mooi wel het kampioenschap binnen met je basketbalteam. Kogelvrij vest. Zo, dat is wel echt een hele belangrijke. Zeg maar, wat is er goed aan de emancipatie als je dit gaat doen? Vrouwen krijgen 400 meer bij geld. En als ze dan start komen, krijgen ze ook meer geld. Ik bedoel, waarom? Doe het dan eerlijk. Ik hou hier dus helemaal niet van, maar oké. Dit is in ieder geval anders dan Monopoly. Wij gaan gewoon doen dat we allebei dat van de vrouw krijgen. Want ik vind dit echt irritant en raar. Lekker voorgerecht erbij. Het is 50 cent per persoon zo'n bak salade. Dat is wel echt bizar. Nou, ik vind het wel leuk. Of wat anders. Altijd als ik de spel speel, ben ik supergoed. Speel ik met H, moet ik in een kwartier 3 keer naar de bak. Dat is echt niet leuk. En ik kom 5 keer op mijn eigen die ik al heb gekocht. Nou, belachelijk. Oh, ik mocht nog... Oh ja, en iedere keer als ik dubbel gooi, moet ik naar de bak. Net ook al. Mag ik nog een keer gooien, maar in de eerste gooi ga ik al naar de bak. De dingen met Monopoly is dat het nooit ophoudt. Dan denk je van, oké, haast bijna failliet. Hij had letterlijk nog 30 of zo. En dan ineens kom je de hele tijd goed en heb je weer geld. Dus het stopt nooit. Dus we gaan nu stoppen. We hebben volgens mij echt 3 uur gespeeld of zo. Dit is allemaal normaal. Super veel kantoren en zo, maar op een gegeven moment is het wel klaar. Dus dan ga ik meteen deze week vlog afsluiten. Die meer lijkt op een maandvlog, want volgens mij duurt die bijna een uur. Dus duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Goodbye.